Goedemiddag allemaal, welkom bij mijn YouTube kanaal De Vloggende Kiep. Ja, ik ben nu al een tijdje bezig met wat filmpjes en dingetjes maken en ik vind het zelf wel grappig, moet ik zeggen. En omdat ik best ook wel wat meemaak, ik speel op dit moment als keeper bij Quick Boys 1 in Katwijk. We zijn net kampioen geworden in de hoofdklasse. Maar daarnaast ben ik ook ondernemer, heb ik een eigen evenementenbureau met mijn compagnon Jesper. En heb ik een eigen kledinglijn samen met Joey Spaan, beter bekend als Matsu Matsu van OO Gresso. Daarnaast doe ik ook zijn management en ga ik vaak mee naar zijn boekingen. Ja, we maken gewoon ontzettend veel mee, we hebben ontzettend veel lol. En de kledinglijn is nu een jaar bezig, gaat ook als een trein. En het leek me gewoon leuk om jullie een kijkje te geven in mijn leven, wat we allemaal meemaken. We zijn met heel veel grappige dingen bezig nu. En ik moet ook zeggen, ik loop op een weg omhoog. Er moeten bij mij ook wat kilootjes af. Als keeper of keeperstrainer, wat ik ook ga doen. Er moeten gewoon kilo's af, weet je. Kijk, ik kan niet met dit, kan je niet het veld opkomen. Dus ik heb besloten om gewoon keihard gas te gaan geven. Binnen nu en 5 à 6 weken moeten gewoon minimaal 8 à 10 kilo af. Het probleem is, ik eet vaak slecht. Ik eet onregelmatig, ik lust geen groentes, geen salades. Ja, ga dan maar een goede diëtist vinden die je daarmee gaat helpen. Maar we gaan het de komende weken proberen. En zal ik misschien wat vaker van dit soort wandelingen door het bos gaan maken. En dan wil ik jullie graag bij meenemen. Zo, ik ben nu wel uitgeput. We lopen langzaam omhoog, maar het gaat hard. Ik heb 2 kinderen van 1,5 en 3. Ja, het zijn weer wereldventjes, Luca en Noah. Ik heb een topvrouw. Ik heb eigenlijk niks wat mijn hartje... wat ontbreekt eigenlijk bij mij. Maar... Geen aan, dat is voor je ook last, dan heb je zo'n conditie. Nou goed, daar gaan we nu wat aan doen. De komende 6 weken gaan we keihard knallen, keihard gas geven. En ik ga jullie gewoon meenemen. Word abonnee op mijn kanaal en maak het allemaal mee. Ik zal wekelijks wat dingen gaan posten op mijn kanaal. Ik zie jullie snel, bedankt.